Alles in het plezier, wees ons strak. Pienus past in alles pak en zie al haai. Van 11 stukken vlaai, een goeie shot. Want een confetti knallenmot, als woensdag in het verschiet, dat is voor ons nog niet. Doping is niet nodig, we kriegen al een kick. Van vastenavond vieren met Heinz en ik. Dat had het in ieder geval moeten zijn op het liedjesfestival van de Pielhaas. Samen de nieuwe carnavalsliedjes voor het komende seizoen beluisteren en daarnaast hun eigen liedje minimaal maximaal op de bühne brengen. David Jansen, die het festival al 2 keer eerder won, wilde dit jaar met zijn compaan Koen Klassens meedoen als het duo goed zat. De commissie liedje hield de inzending tot nu toe echter maximaal tegen. De reden is niet helemaal duidelijk, maar het is in ieder geval, wij denken dat het drugsgerelateerd is. Ze vinden het eigenlijk over de schreef gaan. Ja, dat vinden wij eigenlijk wel een beetje teleurstellend. We hadden heel graag meegedaan in Venray. De droom van de duo is een trip naar het LVK. Nou, dit nummer heeft echt potentieel. Het is samengeschreven, de tekst komt van mij. Van de muziek heb ik samen met Stef Klassens geschreven. En het is echt een optempo nummer met een ludiek onderwerp, met een knipoog. Dat is ook vastgelovend, zeg ik altijd. Ik denk dat Venray het heel Schouwburgplein zo lekker op en neer kan springen daarmee. Om hun doel te behalen, hopen ze via crowdfunding het nummer in financiële injectie te kunnen geven. Er wordt 20 euro intree gevraagd, er is een hapje, een drankje, een zanger komt er nog. En dan hopen we wat geld binnen te halen, zodat we een videoclipje op kunnen nemen. En het nummer goed op muziek kunnen zetten, dat het goed tegen horen kan komen. We zijn vrijdagavond ook, Koen, alle carnavalsverenigingen zo welkom. Hoe zit dat precies in elkaar? Zit er nog iets aan voor hun als ze komen? Ja, als er meer dan 11 personen van de vereniging komen, dan komen wij een optreden doen bij die vereniging. En bij deze is ook Venray uitgenodigd. Ik zou het geweldig vinden als ze toch zouden komen en zich van de goede kant lieten zien. Ook al zijn zij er op het Liedjesfestival niet bij, het nummer zorgt wel voor een hoop genot. Natuurlijk, we gaan minimaal, maximaal van genieten van het nummer. En ik hoop natuurlijk andere mensen samen ook, want de carnaval vier je niet alleen, dat vier je samen. En zoals Koen net zei, wat we het graag samen met de Venray D-artiesten tegen horen willen brengen. We hadden de strijd aan willen gaan in Venray om toch die begeerde titel om eerst te worden met het carnavalsliedje in Venray. Ik weet hoe dat voelt en dat is prachtig om die vastelovenstrein in Venray te beleven. Dat je alle scholen afgaat, alle dorpen afgaat, ja, dat is gewoon prachtig. Maar ik hoop, ik hoop dat we samen diezelfde trein, misschien samen met de cd-artiesten van Venray, samen mogen beleven. Kijk, we gaan toch armen in armen en de doel is hetzelfde. We willen gewoon een schone vastelovend hebben. En wanneer na dit traject de rekeningen betaald zijn, zal het overgebleven geld zeker niet in rook opgaan. Dan hebben we bedacht dat het in ieder geval naar een drugsgerelateerde instelling zal gaan. Zodat we toch met een kwinkslag weer het doel kunnen bereiken. De actie van de heren vindt vrijdagavond plaats aan de Jegerhofweg 21 in het Veulen. Maximaal en als ik al een beetje meer. Ai, 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 ai. Hier brengt alles een. Oh, telefoon.